Maar goed, uit een zware bevalling kunnen ook mooie kinderen geboren worden. Dus daar hou ik me aan vast. Dat is een mooie understatement. De eerste helft, ik neem aan dat je hebt zitten verbijten wel op de bank. Ja, nee, tuurlijk. Eigenlijk spreek je af, je wil ze wel wat verder komen, maar dan moet het moment daar zijn om ze vol onder druk te zetten, om jezelf ook wat ruimte te verschaffen. We willen niet, AZ kan best voetballen als je hoog druk zet en je doet dat niet goed. Kijk naar de goal, hè. Dat is het moment waarin we druk zetten niet goed voor elkaar hebben en dan ligt hij ook weer meteen in de mindset. Ja, ik probeer natuurlijk een energiebron te zijn voor die gasten en je merkt dat het niet liep. Ik merk dat AZ het beter deed. Het spel overhand had. Zij kwamen gewoon verdiend op 1-0. En wij liepen een beetje achter de feiten aan. En die gasten moet je niet laten voetballen. Je weet dat als zij hier komen en het gevoel hebben dat ze lekker kunnen voetballen, dat ze ook goed kunnen voetballen. Dan probeer je als invaller natuurlijk dat te veranderen. En heel veel druk te geven aan die jongens. Het liep op een gegeven moment aardig. Twee kansen. Dat ik kreeg, dat gaf energie aan alles en iedereen. Dan merk je dat we zo'n wedstrijd kunnen kantelen. Dat vond ik wel fascinerend, nadat na het wisselen ging lopen. We hebben natuurlijk voor de wedstrijd ook al even kort gesproken. Ze zei, ja, Archibar op 10, dat is eigenlijk niet meer waar hij moet gaan spelen. Maar nood aan de man, het moet gebeuren. Hij deed dat toch wel verdomde goed. Ja, nee, maar dat is ook zo. En dat vind ik eigenlijk het mooiste van alles. Hè? Want kijk, we hebben een aanpassing gedaan in de speelwijze door Ennis te passeren en met Overtoom op 10 te spelen. Dat hebben we gedaan na 10 of 11 wedstrijden. En je ziet dat het oude systeem ons dan in deze wedstrijd weer terugbrengt en de punten oplevert. Nou, ik denk dat 16 doelpunten niet naar de lucht komen vallen natuurlijk met mij en Sven, sinds wij gespeeld hebben. Dus ik kan even goed op 10 als in de spits. Alleen wat ik zeg, de keuze blijft natuurlijk altijd bij de trainer. En Sven en ik hebben natuurlijk heel goed met elkaar. Maar concurreren als trainer dat vindt, dan mag hij dat vinden en dan ga ik dat natuurlijk doen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Maar dat is wel super lastig voor jou als coach, want wat ga je nu doen? Ga je vasthouden aan dat principe wat in de eerste helft totaal niet werkte? Of ga je nu teruggrijpen op iets dat in de tweede helft jou de overwinning heeft opgeleverd met je team? Nou goed, we kijken altijd naar de komende tegenstander ook. We willen het liefst in eigen speelwijze zo herkenbaar mogelijk blijven. Hè? Want uiteindelijk wil je naar stabiliteit, naar vastigheid. En zullen we de eerste wedstrijd is Jong Ajax uit. Zullen we daar goed naar kijken en wat dan het beste bij die wedstrijd weer past. En ik ga verder niet te veel verklappen. Het is niet zo dat je nu zegt dat het idee van Archibar gaat niet meer concurreren op de 10, dat kan al meteen de prullenbak in. Nee. Kijk, ik heb ook qua speelwijze wil ik niet gaan zwalken, weet je. Want ik hou vast aan 4-3-3 en hoe je dat dan invult met bepaalde posities, dat is even een verschil in detail. En ook daarin zullen we niet steeds gaan wisselen. Alleen je moet kijken naar wat past het beste bij de wedstrijd die komt. En dan moeten we dat afstemmen op die manier. Ik denk dat in de periode dat wij hebben gezeten, dan mag je nog van geluk spreken als je speelt. Dus op dit moment is praten alleen maar met je benen denk ik het belangrijkste. En nadat je dat hebt gedaan, dan kun je denk ik om tafel zitten. Dat heb je vandaag gedaan, dus wie weet, volgende week vrijdag tegen Jong Ajax. Dat was altijd een leuk potje tegen Amsterdammers voor jou, toch? Ja, zeker, absoluut. Ja, als het daar niet lukt, dan... De keuze blijft natuurlijk altijd bij de trainer. En daar blijf ik natuurlijk altijd bij.